Nou, ik loop dus lekker in een natuurreservaat in de buurt van Loon op Zand. En ik loop op zo'n vlonderbrug. En ik weet niet of je daar wel eens op gelopen hebt, maar voor mij is dat toch soms nog even een spannend gebeuren. Want ik heb het gevoel dat ik aan beide kanten geen houvast heb. Want aan beide kanten is water, zoals je hier ook kan zien. Dus ja, hier moet ik mee doen. Planken voor me, mooi pad uitgestippeld. En toch voelt het nog een beetje wiebelig. En vind ik eigenlijk wel een hele mooie metafoor. Want als wij onze klanten mee naar buiten nemen, dan is het voor hun ook vaak een nieuw pad wat nog wiebelig voelt, wat nog een beetje onwennig is en waar je totaal geen houvast aan hebt. En daar kun je dus zo'n vlonderbrug ideaal voor gebruiken. Ik zou zeggen, ga aan de slag, zoek een natuurgebied waar ze van die heerlijke vlonderbruggetjes hebben en probeer het eens uit met je klant. Veel plezier!